coolste auto's, de beste tv-programma's, de tofste ruilplaatjes. Dat zijn de ware feiten, hoor je? Feiten die aantonen dat de jaren 80 het beste decennium in de geschiedenis waren. Klopt, maar dat decennium gaf ons ook de Koude Oorlog, het doorcijpeleffect en daarbovenop... mafkezen. Oh ja, de jaren 80 waren vergeven van allerlei soorten mafkezen. Sportmafkezen, oudere broermafkezen, rijke mafkezen, vriendje mafkezen en de gevaarlijkste van allemaal, karate mafkezen. Daar heb ik geen last van. Ik zou eens gewoon te lijf gaan met dat coole jaren 80 muziek die ik gedownload heb. Je zou helemaal niets kunnen downloaden. Er was nog geen internet. Smartphones bestonden toen nog niet. Hoe deelde de jeugd van de jaren 80 dan de informatie en de emotionele kans? Dat kon niet. Dit was de enige telefoon die bestond. Een nummer draaien duurde een eeuwigheid. Maar hoe kochten mensen dan muziek als ze alleen die rare telefoons hadden? Het was een ouderwetse methode. Je moest er je huis voor uit, naar het winkelcentrum gaan, een platenwinkel vinden, de LP's één voor één doorspitten en dan je aankoop betalen met contant geld. Alles wat je net beschreef klinkt echt geweldig. Wedden van niet. Waar wedden we om? Een reisje door de tijd. Oh, natuurlijk. Zo'n weddenschap. We reizen terug door de tijd. Naar de jaren 80. En het enige wat je moet doen is een LP kopen. Als dat je lukt, zal ik toegeven dat de jaren 80 het leukste decennium was. Maar zo niet, zweer je voor altijd en eeuwig de hebzucht is goed generatie af. Goed, dat staat. Leuk! We gaan het leven van tieners uit de jaren 80 leiden. Dat klinkt als het moment om te gaan tijdreizen, schatje. Prima. Dus, Azeroth Metrion Zetas! Wauw, je ziet er lekker uit, dat gast. Dat was absoluut heftig. Dude, je ziet eruit als een nerd, bro. Ik weet het. Voor de nerds cool waren, hè? Lekker wild haar, Star. Bedankt. Jij ziet er de meters uit. Ik vind die strakke jaren 80 spijkerbroek het einde. Die onderbroek blijft goed zitten. Ik zei het toch, de jaren 80 zijn top. Leuke mode maakt het gebrek aan techniek niet goed. We moeten het winkelcentrum nog zien te vinden. Geen probleem, gast. Ik regel wel een lift voor ons. Oh ja, joh. Geen mobieltjes. Weet je nog? Ah, hoe moet je ergens komen zonder te carpoolen? Zie je de meest populaire manier van reizen in de jaren 80 niet over het hoofd? Kinderen op fietsen! Wheelies! Ja. Ik vind dit een super workout. Cardio! Moet je mijn sprong zien? Ah, ja! Wauw! Jij kan er wat van, schatje. Ja. Ik was helemaal vergeten hoe leuk dit is. Maar waarom gaan moderne kinderen eigenlijk nooit meer de mythische fietstochtjes maken? Kinderen fietsen nog wel, maar alleen op veilige plekken. Zoals een doodlopende straat, of een besloten tuin, of een skaterrein met beschermers op. Tieners uit de jaren 80 zijn net loslopende kippen, gast. Vind je de jaren 80 nog steeds stom? Ik geef toe dat dit hele fietsgedoe best oké is. Maar ik heb pas verloren als het je gelukt is om een LP te kopen. Ja, trouwens, waar is dat winkelcentrum? Ik kijk wel even. Oh ja, geen mobieltjes. Oh nee, ik heb echt geen idee waar we zijn en welke kant we op moeten, bro. We zijn verdwaald. We zijn verdwaald. Geen probleem, we kijken gewoon op... een kaart. Wauw, een kaart van papier, net zoals de ontdekkingsreizigers. Oh, we lijken wel op Juan Ponce de León. Met veel boekjes...